Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn favoriete producten zien van maart. Dit is het mandje, er zitten best wel veel producten in. En ik ben ook wel blij dat ik nu de video kan opnemen, want nieuwe producten van april liggen alweer te wachten. Dus kunnen deze producten mooi in mijn stash en kunnen de nieuwe producten weer in het mandje. Mocht jij benieuwd zijn naar de producten die in het mandje zitten en die ik dus heel erg fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met het eerste product en dat is een highlighter uit de Lotte London x Lila Loves collectie. Het is deze highlighter, deze heeft de naam Glazed Donut. En wat ik heel erg tof vind is het ombre effect wat dit doosje heeft. Want je ziet, hij loopt een beetje door van roze roodachtig naar heel licht oranje. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Deze highlighter heeft 4 delen en in de deksel staat de tekst Keep on Shining. Ik had het ook wel fijn gevonden als er een spiegeltje in zat, maar dat zit er niet in. Hij heeft 2 warme tinten en 2 koele tinten. Je kunt deze highlighter los van elkaar gebruiken, maar ook gecombineerd. Ik heb hem zelf gecombineerd gebruikt, omdat ik de pens zeg maar best wel klein vind om ze los te gebruiken. Ik zal ze ook even swatchen. Ik zal even de 2 kleuren los swatchen. En dan zal ik hem ook even gemengd swatchen. Dit zijn de 2 kleuren los. Zo zie je ze eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar als je hem dan gaat mengen, krijg je dit kleurtje. Ik denk dat hij het niet heel erg lekker scherp stelt. Maar op mijn gezicht was het gewoon echt heel erg mooi, de combinatie. Met swatchje is het soms ook een beetje lastig om te zien. Daarom fotografeer ik altijd met de flits, zodat je het duidelijk kunt zien. Dus op de camera dan een beetje moeilijk over te brengen. Maar ik vind het een hele mooie highlighter met een hele mooie glans. En daar hou ik wel van. En ook de verpakking vind ik fantastisch. Dus deze highlighter vond ik echt fantastisch. Dan heb ik een aantal nagellakjes uit de Ico Nails lijn van Catrice. En dit zijn gel nagellakjes. Ze hebben ook een dubbele dop. En die hebben dan zeg maar zo'n kwastje. Ik laat je de kleuren gewoon even zien. Dit is het kwastje waar je prima je nagels mee kunt lakken. De nagellakjes beloven tot 7 dagen netjes te blijven zitten. Dat is bij mij niet het geval. Ik had een paar kleuren waar die echt een dag of 4 mooi bleef. Maar de rest was toch na 1 à 2 dagen wel gechipt. Dit is dus een beetje een paarse kleur. En deze heeft de naam 71 Kinda Lilac Hue. Ja, het zijn gewoon hele toffe kleurtjes en ja, net wat ik zeg, de langdurigheid is het niet echt, maar ja, ik ben het ook wel gewend van de goedkopere nagellakjes. Deze zijn trouwens ook compleet vegan, zijn verrijkt met acai oil en er zitten dus geen microplastische deeltjes meer in en ze zijn ook niet getest op dieren. 100% gel shine en 100% color. Dus er wordt ook gezegd dat je deze lakjes kunt aanbrengen zonder base coat of zonder topcoat. Nou, ik raad dat zelf nooit aan. Ten eerste, een topcoat die beschermt de kleur gewoon ook normaal gesproken tegen chips ook wel. En laat de kleur langer mooi zijn en geeft het een mooie gloed. En ja, een base coat is gewoon heel belangrijk, want anders kunnen je nagels gaan verkleuren. Dat is in ieder geval deze kleur. Dan heb ik deze kleur en dit is de 21 Taupe Leek. Heel mooi kleurtje. Deze bleef tot 4 dagen zeker mooi zitten. Dan heb ik een rode kleur. Dat is deze, heel donkerrood. Deze heeft de naam 03 Card on the Red Carpet. Als je mijn vlogs gevolgd hebt, heb je ze misschien al wel eens voorbij zien komen dat ik ze opgebracht had. Dan heb ik deze kleur, een beetje een zomerskleurtje vind ik wel. Dit is 95 You Keep Me Brave. Een beetje oranjeachtig, ja. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dan heb ik dit kleurtje, die vond ik ook fantastisch. Bleef ook heel mooi zitten. Dit is de 10 Rosywood Hills. Dan heb ik deze. Deze vond ik ook zo erg mooi met zo'n glittertje erin. Dit is nummer 100. Dit is Party Animal. Zou je willen zien hoe de lak er op mijn nagels uitziet? Op mijn blog staat dus een volledige review van deze lakjes. Daar zou je kunnen zien hoe de lakjes er dus uitzien op mijn nagels. Dan heb ik dit kleurtje. Ook een hele mooie. Dit is de 73 I Have a Blush On You.
Dan heb ik 83 Orange is the New Black. Heel mooi kleurtje ook. En dan heb ik deze gele. En dit is de 68 Turn the Lights On. Heel mooi kleurtje. Ja, hele mooie kleurtjes. Jammer dat ze niet super lang blijven zitten. Maar de kleurtjes zijn wel heel erg leuk, vond ik zelf. Dan heb ik ook twee oogschaduwpaletjes uit diezelfde collectie van Lottie London. De X Lila Loves. En dit zijn de Six Shade Eyeshadow Palettes. En de verpakking is eigenlijk precies hetzelfde als die van de highlighter. Ik heb hier allereerst de Sahara. En deze heeft de kleuren Arabian Night, Desert Haze, Sunset Bronze, Ruby, Cold Dust en Quicksand. In de deksel van dit palet zit wel een spiegeltje, zoals je kunt zien. En dit zijn de kleuren. Ik zal eventjes dit dingetje weghalen. Dit zijn de kleurtjes. Ik vond ze zelf heel mooi. Je hebt eigenlijk heel veel glitters en een paar matten. Hele goede pigmentatie. Het zijn wel weer kleuren die je moet durven dragen. Maar ja, ik vond ze heel erg tof. Ik doe gewoon eventjes twee kleurtjes, zodat je kan zien hoe de glitters zijn. En ook hoe de matte variant is. Kijk, dit is het pigment van dit oogschaduwpalet. En die is natuurlijk gewoon fantastisch. Waren heel makkelijk aan te brengen. Je ziet wel dat de glitters, of eigenlijk de shimmer, maar het is ook niet echt glitter. Er zit een glinstertje in. Die heeft iets meer nodig om goed aan te brengen. Want het is een soort, hoe leg ik dat goed uit? Het is ook niet echt poeder, zeg maar. Er zit een soort, het is een beetje vochtig lijkt het als je hem aanbrengt. Dus hij smeert heel erg goed. Dus dat is allereerst dit paletje. Ja, echt gewoon heel erg leuk. En de tweede variant is de Fantasie. Dat is dus deze. Hij heeft dezelfde voorkant zoals je kunt zien. Deze heeft de kleuren Purple Rain, Chocolate, Jessica Rabbit, Treasure, Desire en Reflection. En die zien er zo uit. Ook wel heel gelaagd. Je moet er weer van houden. Dat zijn deze kleurtjes. Heel erg leuk ook. Ja, ik vind het echt hele mooie paletten. Dus ik ga ook weer eventjes twee kleurtjes swatchen. Deze hebben minder, niet echt een poederstructuur. Want deze hebben gewoon echt een beetje dat, lijkt een beetje het vloeibare. En deze hebben dit pigment. Ja, ik vind het zelf gewoon super leuk. Zoals ik zeg, je moet er echt van houden. Dus als je meer van de nude kleuren of zo bent, ja, dan dit soort paletjes natuurlijk niet echt een goede match zijn, maar ik vind ze wel heel erg mooi. Blenden was iets moeilijker door de structuur van de oogschaduw. Maar ja, desondanks vind ik het gewoon allebei hele mooie paletjes. Dus dat zijn deze. Dan heb ik een primer van Essence. Dit is de Prime Plus Studio Hydrating Plus Skin Refreshing Primer. Zorgt voor 24 uur hydratatie. Hier zit kokosnootwater in en hyaluronic acid. Deze voelt gewoon heel verzorgd aan als je hem aanbrengt. Hij heeft ook een heel erg aangenaam geurtje. Oh ja, je ruikt heel licht de kokosnoot. De kokosnoot overheerst zeker niet. Hij is heel licht. Hij heeft een kleine opening. Dus eigenlijk prima. Het is gewoon een witte primer eigenlijk, maar hij blendt heel makkelijk in, is gewoon heel fijn om aan te brengen en je gezicht voelt gelijk heel verzorgd aan. Dat vind ik altijd wel fijn als een primer ook wat toegevoegde producten heeft, zoals in dit geval de kokosnootwater en de hyaluronic acid. Dus ja, ik vind het echt een heel fijne primer waarvan ik ook echt een heel fris gevoel op mijn huid kreeg. Dus dat is deze. Heel erg fijn als dat is toegevoegd, vind ik zelf. Dan heb ik twee lipsticks. En deze komen van Rimmel. Deze zitten in een verpakking. Dit is niet de officiële verpakking. Want als je deze lipsticks bij de drogisterij koopt, staan deze gewoon los in het schap. Maar ik heb ze bij de Action vandaan. En bij de Action zit er dus een extra verpakking omheen. Dit zijn de Only One lipsticks. Ik ga ze er eventjes uithalen.
Dus ja, op zich vind ik het ook niet heel verkeerd hoor, dat ze zo ingezield zitten. Want dan heb je wel het gevoel dat je altijd een heel fris exemplaar hebt. En dat is natuurlijk altijd in een drogist maar de vraag of niemand er al met zijn vingers heeft aangezeten. Helemaal in deze tijd, omdat er geen swatches zijn, of swatches, geen testers. Dus mensen kunnen ze makkelijker gaan swatchen. Dus dan heb je gewoon de kans dat je een exemplaar hebt die gebruikt is. Ik heb hier allereerst de kleur 600. Dit is Peachy Peachy. Ze hebben gewoon een hele basic zwarte huls. Met dan wel heel erg mooi zo'n randje hier van de kleur van de lipstick. Vind ik zelf altijd heel erg, erg mooi. Ze ruiken ook heerlijk. Ze lopen een beetje schuin af, maar ik vind de geur zo geweldig. Dan is dit deze kleur, de Peachy Peachy. Ze voelen heel verzorgd aan op mijn lippen. Dat komt ook omdat ze heel lekker ruiken. Maar ze zijn gewoon heel erg lekker zacht en smooth. Ze brengen makkelijk aan. Ja, echt fantastisch. Dat is dit, de Peachy Peachy kleur. Heel mooi kleurtje vind ik het. En dan heb ik nog een kleur en dat is de 620. Dit is Call Me Crazy. Zelfde verpakking eigenlijk, maar een heel ander kleurtje. Ja, ze ruiken. Ik weet niet hoe het kan dat ze zo lekker ruiken. Je zou denken dat er heel veel parfum in zit, maar dit voel je niet terug of zo. Dat is dit kleurtje. Meer een beetje roodachtig. En ik ga hem even hiernaast swatchen. Ja, het is een beetje rood-oranje. Het is deze kleur. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ik vind het twee hele fijne lipsticks. Mocht Action ze houden en ik in de toekomst komen en ze zouden ze weer hebben liggen met andere kleuren, wil ik er zeker nog een paar bij hebben. Want deze lipsticks kosten echt heel weinig bij de Action. Ik geloof dat ze een 1,80 zijn uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Bind me nu niet op vast. Maar ja, ze zijn gewoon heel erg fijn. Ik weet ook niet of deze nog eigenlijk in het schap liggen hoor, bij Rimmel. Of dat die gewoon al wat oudere varianten zijn, maar dat maakt niet uit. Want het zijn gewoon hele fijne lipsticks. Dus ja, dat is altijd weer een pluspunt. Denk ik dan maar. Ondertussen maak ik ook even mijn hand schoon natuurlijk, want anders dan zie je zometeen niks meer van de andere swatches. Ik heb hier een poeder. Dit is de Poreless Perfection Powder met een universele kleur. Het is deze poeder. Dit is de 010 Universeel Shade. Deze is ook siliconenvrij. Het is een ultra fijne poeder. Hij zou ook je poriën minimaliseren. Dat zie ik zelf niet echt terug. Maar dat heb ik zelfs met vloeibare producten niet. Dus dat neem ik altijd een beetje met een korreltje zout. Heel eerlijk gezegd. Maar het is een hele fijne poeder. Als je hem open krijgt tenminste. Er zit ook een spiegel in de deksel. Hier zit nog een laagje overheen, vandaar dat je hem niet echt scherp ziet. Maar ik gebruik meestal de spiegeltjes niet, omdat ik me altijd opmaak op mijn plek. En dan is dit de poeder. Hij oogt een beetje geel, maar hij is dus voor iedere huidskleur. Ik heb hem nu ook swatched hier, maar je ziet hem gewoon niet eens. Omdat hij gewoon aan je huid aangepast wordt. Ik ben zelf altijd heel groot fan van de poeders van Catrice. Ik heb zelf ook al van die matte witte poeders die ook voor iedere huidskleur kunnen. Ja, ik vind ze gewoon heel erg fijn. Ze poederen heel mooi af. Je hebt best wel een lekker grote pen waar je in kunt dippen. Het doet gewoon wat het moet doen. Hij belooft verder niet mat te zijn, maar ja, ik vond het gewoon een hele fijne poeder. En het is gewoon fijn dat hij voor iedereen te gebruiken is, omdat hij gewoon een universele kleur heeft. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dan heb ik een eyeliner. Deze is ook van Catrice. Dit is de eyeliner pen. Dit is deze heeft een veltip voor een hele precieze lijn. En hij is extra long lasting en semi-permanent. Ik kan ze er best wel makkelijk afhalen, dus het is niet echt heel long lasting en ook niet heel semi-permanent. Maar ik was vooral heel erg fan van de tip. Het is de zwarte kleur trouwens. Kijk, hij heeft gewoon een beetje een punt als tip, maar hier kun je heel nauwkeurig mee werken. Hij is lekker, lekker zwart. Nou, nu zie je het niet, mijn huid komt er een beetje doorheen, maar je kunt hem lekker opbouwen. Ik heb hem even wat opgebouwd, dan zie je dat hij goed zwart is. Ja, vind ik gewoon altijd heel erg prettig als een eyeliner dat is. Ik ben ook wel dol op eyelinerpennen, omdat ik er net iets nauwkeuriger mee kan werken als met een losse eyeliner of met een vloeibare eyeliner. Die vind ik trouwens wel zelf het mooiste, maar ja, ik heb nog wel regelmatig dat ik er gewoon helemaal naast ga dan. Of dat het helemaal uitloopt of dat het in de ooghoek loopt.
Dus het liefst heb ik een pen. Ik gebruik af en toe ook gewoon nog vloeibare eyeliner. Maar dit is in ieder geval weer een hele fijne pen die ik aan mijn stash kan toevoegen. Dan heb ik nog liquid lipsticks. En dit is deze van Essence. En dit zijn de Stay 8 Hour Matte Lipsticks. En dat zijn deze. En deze zijn werkelijk waar fantastisch. Nieuwe liefde voor deze lipsticks. Ik heb hier allereerst de kleur 6, To Be Fair. En ja, ze zijn heel hoog gepigmenteerd. Ze drogen ook heel mooi op, maar je hebt niet het gevoel dat je hele droge lippen hiervan krijgt. En dat is vaak wel het geval bij liquid lipsticks, maar dat hebben deze niet. En ze geven ook niet af. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb dit wel alleen getest met drinken, dus ik weet niet hoe het met andere dingen gaat zijn, maar met drinken blijven ze goed zitten. Ze hebben eigenlijk gewoon een beetje een basic applicator, maar heel erg fijn zijn deze lipsticks. Dit is dan de 6, die heb ik even geswatcht. Dit is dan de To Be Fair. Ja, ik wil echt nog meer van deze kleuren hebben. Ik vind ze zo geweldig. Dan heb ik hier de kleur 09 Bite Me If You Can. Heel mooi donker rood kleurtje. Ja, ik hou ervan. Je moet ervan houden of niet. En ik hou ervan. Die ga ik ernaast swatchen. Ze ruiken ook zo lekker. Ze hebben zo'n aangenaam geurtje. Dit is dan de nummer 9. Ik kan die gewoon aan blijven ruiken. Dat is echt niet gezond of zo. Dan heb ik nog de kleur 04 Mad About You. Dat is een beetje een roze rood tintje. Het is een beetje een mengelmoesje eigenlijk. Hij lijkt op camera een beetje roze-rood, maar op de swatch is hij meer een beetje dit kleurtje. Dus het is paars-roodachtig. Ik vind het een moeilijke kleur, maar ik vind hem wel heel mooi. En de laatste kleur die ik heb, dat is de 08 I Dare You. En dat is deze kleur. Ook fantastisch. En dit is wel echt een rood kleurtje. Ja, en meestal als dit soort producten uitkomen, ga ik ook gewoon voor rood. Ik weet niet wat het is. Ik hou van rood. En dat is deze. Nou, echt vier fantastische kleuren. Ik heb inmiddels nog drie kleurtjes kunnen bijkopen. Ik wil er eigenlijk nog wel een paar. Want ik ben op internet nog een paar mooie tegengekomen. Dus ik hoop dat ik die nog kan kopen. En deze lipsticks die zijn ook geweldig in combinatie met je mondmasker die je draagt. Want ze geven niet af. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben er dol op. Dan heb ik twee handbalms. En deze zijn van Trackamon. En die heb ik voor een paar weken geleden gekocht bij het Kruidvat. En ik heb hier allereerst de My Coconut Iceland. Dat is deze. Dit is een hand- en nail SOS repair balm. En deze is heel verzorgend en heel geconcentreerd. En bevat macadamiaolie en sherry. Dus echt heel erg fijn. Deze handcremes of balms in dit geval, die breng je aan. Die smeer je lekker in je huid en het blijft gewoon zacht. En dat vind ik gewoon heel fijn. Het trekt ook heel erg lekker in. Ze hebben zo'n opening. Het is niet een hele overdreven kokosnotengeur. Dat vind ik ook wel fijn. Want kokosnoot is niet wat dat betreft echt een van mijn favoriete dingen. Maar ja, dit vind ik dan nog wel heel erg aangenaam. Het is echt hele fijne handcremes. Ethos heeft ze standaard trouwens, deze handcremes. En dan heb ik ook de Marshmallow Hearts. En dat is deze. Dat is een roze variant. En deze is ook heel erg verzorgend. En hier zit dan weer apricotolie en vitamine E in. Oh, deze is ook zo lekker. Heerlijk. Maar het vervelende is, als ik dit opbreng, kan ik de hele avond aan mijn vingers blijven ruiken. Dus dat is natuurlijk iets minder fijn, maar ze zijn echt heel erg lekker. Fantastisch. Echte aanraders ook. En Ethos heeft regelmatig ook acties hiermee, dus mocht je er benieuwd naar zijn, zou ik dat zeker een keertje doen. Dan heb ik een topcoat van Essence. En dit is de Evershine Plus Shine Mousse Technologie zonder UV-lamp. En deze is zo fantastisch. Ik had ook echt het idee dat mijn nagellak langer mooi bleef door deze topcoat. Daar kwam ik die week later dan weer op terug. Want toen chipte mijn nagellak wel heel snel. Maar hij is echt heel erg fijn. Hij heeft gewoon een hele mooie glans.
heeft gewoon eigenlijk een heel basic applicatortje, maar hij is zo mooi op de nagels, geeft zo'n mooie glans. Ja, echt heel erg fantastisch. Dus echt een hele, hele fijne topcoat. En ja, zoals ik straks al vertelde, ik vind het heel belangrijk om dit soort producten te gebruiken. Dus echt heel erg fijn. Het volgende product wat ik heb, dat is een oogschaduwpalet. En deze is van W7. Dit is het Romance Neutrals in Love Eye Color Palette. En dat is deze. En ik vind gewoon alleen de verpakking al heel erg leuk. Op de achterkant zie je ook de kleuren die in dit palet zitten. Wel heel erg fijn. Ik heb deze een tijdje geleden bij het Kruidvat gekocht. Toen hadden ze een keer zo'n heel schap met W7 paletten. Vroeger kocht ik dit soort paletten altijd bij een Big Bazaar of bij een Op&Op shop. Big Bazaar heb ik niet meer en de Op&Op shop bestaat helaas niet meer. Maar dit is ook weer zo'n heel mooi palet. Hij is gemaakt van karton, dat zie je wel steeds vaker. Maar het palet is echt fantastisch. Spiegeltje erin. En je krijgt ook een applicator, dubbelzijdig. Dan zijn dit de kleuren. Zijn het echt hele neutrale kleuren? Nee, denk ik dan. Er zitten best wel een paar gewaagde bij. Er zitten zeker wel een paar neutrale kleuren bij. Maar de meeste zijn toch wel een beetje gewaagd. Dus een combinatie van shimmer en matte kleuren. Echt heel erg mooi. Wat ik ook heel erg leuk vind, is dat de namen eronder staan. En ze blenden heel makkelijk in en zijn heel mooi op te bouwen. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Ik ga weer even een paar kleurtjes voor je oppakken. Ik heb net even heel grondig mijn hand schoon staan maken. Want ja, met al die zwartjes erop dan zie je niks meer. Het was een beetje een bende geworden. En dit is zeg maar ongeveer het pigment wat je kunt verwachten van dit oogschaduwpaletten. Ik ben zelf eigenlijk al jaren groot fan van de palettes van de Big Bazaar. Of de Big Bazaar wil ik zeggen, van W7. En ja, ook dit palette is gewoon echt weer een hele fijne toevoeging aan mijn stash. Want hij is gewoon weer heel erg mooi. Ja, ik blijf toch wel groot fan van de palettes van W7. Dus ja, dat is ook wel echt een van mijn favoriete merken ook wel qua producten. Dus dat is deze. Dan heb ik nog twee tinted lipglossjes. Deze zijn van MUA. En dat zijn deze. Ik heb hier allereerst de Sorbet. En dit is een beetje een oranje kleurtje. Er staat verder heel weinig informatie over op. Dus dat vind ik altijd wel jammer. Ze zijn wel compleet vegan. Maar het zijn gewoon hele mooie lipglossjes met een hele mooie glans. Ik heb altijd een beetje een haat-liefdesverhouding met lipgloss. Want ik vind het altijd hartstikke mooi. Maar het plakt altijd zo. Maar die geur. Echt. Die is zo lekker. Het is zo jammer dat we gewoon nog geen geurcamera's hebben in sommige gevallen. Want ik had jullie graag laten ruiken. Want ik vind hem echt heel lekker. Het applicatortje is vrij basic. Dus niet heel bijzonder. En dit is het kleurtje. Je ziet hem nu best wel fel. Hij is op de lippen iets minder fel. Omdat je hem natuurlijk in uitsmeert. Maar hij is echt wel heel erg, heel erg mooi. Dus ja, heel leuk lipglossje. Dan heb ik ook de variant Sugarette. Dat is deze. En deze heeft ook zo'n fantastische geur. Wow, hij ruikt echt hetzelfde. Dit is echt een tik van mij. Ik kan echt aan producten blijven ruiken. Dat is toch niet gezond. Hebben jullie dat ook? Is dat herkenbaar of zo? Dat is deze kleur. Hij is iets minder fel, maar hij zag er op de lippen ook zo mooi uit. Ja, gewoon twee hele fantastische lipglossjes waar je gewoon, waar ik wel weer heel erg blij van werd. Dus dat zijn deze. En dan ben ik toe aan mijn twee laatste producten. Alles valt hier om. En dat zijn twee paletjes van Fab Factory. En dit zijn 9 Color Complete Eyeshadow Palettes. Deze komen bij de Action vandaan. En dat zijn deze neon paletjes. Ze zaten trouwens in deze verpakkingen. Mocht je benieuwd zijn daarna. En op de achterkant staan dan ook de kleuren die in het paletje zit. Dus dat zijn deze. Ik heb hier allereerst een groene variant. Volgens mij hebben ze niet echt namen. Nee. Dat is deze. De paletjes zijn niet van hele hoge kwaliteit gemaakt. Het is een beetje plasticachtig met een stukje karton. Maar ik vind de kleuren die erin zitten wel heel erg mooi. Er zit een dubbelzijdig applicatortje in. Je krijgt ook weer een spiegel. En dit zijn de kleurtjes. Ja, ik word er heel erg blij van. Je kunt ze heel mooi opbouwen. Ten eerste instantie zijn ze niet direct super fel. Maar je kunt ze heel mooi opbouwen. En daardoor kun je wel weer hele mooie ooglooks maken. Het is weer een combinatie van shimmer en matte kleuren. Super leuk. Ik zal er even een paar voor je oppakken.
Neem er een shimmertje erbij. Kijk, dat zijn deze kleurtjes. Het zijn wel weer kleurtjes waar je van moet houden. Ik kan me ook voorstellen als je dat groen of geel ziet, dat je denkt van nou, doe maar even niet. Maar het is iets wat je moet durven en waarvan je het leuk moet vinden om mee te spelen. En ja, ik vind dat zelf altijd heel erg leuk. Dus ik was heel erg enthousiast over dit paletje. En dan heb ik natuurlijk de oranje variant. De verpakking is verder hetzelfde, hij heeft alleen een oranje kleur. De achterkant is trouwens een beetje transparant. Dus heel erg leuk. Nou, hetzelfde concept. En die heeft deze kleuren. En daar werd ik helemaal blij van. Ik vind het zo fantastisch. Ja, lekker fel. Ik hou ervan. Ik ben er dol op. En het leuke is dan ook, hè, dat als ik deze producten heb getest, stop ik ze op een gegeven moment in het bakje. En dan is het voor mij soms ook een verrassing dat ik ze weer tegenkom. Omdat ik dan soms ook niet meer weet wat ik heb getest. En die heeft dit soort kleurtjes. Je ziet ook gelijk, het pigment is wel lekker aanwezig. Maar je kunt ze dus heel mooi opbouwen. Het begint inmiddels hier keihard te hagelen. Mocht je wat horen op de achtergrond, het is hagel. Maar ja, ik vind het twee hele mooie paletjes. Ze komen dus bij de Action vandaan. Ik weet niet of ze nu nog te koop zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, ik weet niet eens wat ik hiervoor heb betaald. Maar heel erg weinig. En dan het pigment wat ze hebben. Ik vind het heel erg leuk. Het schijnen ook nog dupes te zijn van... volgens mij heeft W7 ook zulke soort paletjes gemaakt. En dit zouden dan weer goedkopere versies zijn. Maar het kan zijn dat W7 ook weer een dupe daarvan heeft gemaakt. Maar ik vind ze in ieder geval fantastisch. En kan ze zeker aanraden mochten ze nog te koop zijn. Nou, dan zijn we ook alweer door de producten heen. Het waren er best wel veel. Kijk hoe mijn hond er inmiddels uitziet. Ik krijg het niet eens helemaal goed schoon. Maar dat komt wel weer met douchen. Dat maakt niet uit. Ik ben in ieder geval weer super blij met al deze producten. En ik ben ook helemaal blij dat ik ze nu lekker weer kan gaan gebruiken. Want wat ik net dus al zei. Ik test deze producten de hele maand door. En ze belanden in het bakje. En dan is het voor mij soms ook weer even een verrassing. Oh ja, dat product had ik ook nog. Sommige producten staan er dan heel goed bij. Omdat ik ze wat recenter heb getest, zeg maar. Nadat het einde van de maand werd. Maar ja, ik word er weer heel erg blij van. Ik ben ook wel heel erg benieuwd of jij als een van deze producten hebt getest. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, goh, ik ben toch wel benieuwd geworden naar bepaalde producten. De meeste producten die ik gewoon test komen van de drogisterij. Dus denk aan een trekpleister, een kruidvat. Denk aan een Action, dat is geen drogisterij, maar daar komen de meeste producten dus wel vandaan. Ik ben in ieder geval weer super blij met deze producten. Ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Misschien ben je wat geïnspireerd geraakt door de make-up producten. Of heb je er totaal niks mee? Dat kan natuurlijk ook. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daar staat ook een belletje naast. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!